toen ik hier begon, was hij een patiënt die heb ik lang begeleid al die jaren. En ik heb er een zwak voor. En ik weet dat hij heel bang is. En ik weet dat hij bang is voor prikken. Hij is de enige in huis die ik niet prik. Ik wil het vertrouwen niet doorbreken. Dat is denk ik de jaren ervaring in de psychiatrie zelf is daarbij meegenomen. Dat ik dan niet als bloedprikster alleen maar zit, maar ook op iemand dan inga. Op zijn eigen persoon. Dus daar houden ook mijn collega's rekening mee van als hij geprikt moet worden, dat het niet op die dag is waar ik het moet doen. Natuurlijk, ik moet daar dat ding doen en dan ga ik weer, maar ik probeer toch altijd op een prettige manier op de persoon in te gaan. En dat is nog, dus mijn vak als psychiatrisch verpleegkundige, neem ik dat natuurlijk mee. Ik vind beide belangrijk. Ik denk, ergens anders in een andere instelling wordt het wat moeilijker, maar hier mag het gewoon. Hier mag je dat, zo heb ik dat geleerd, dat je daarover mag praten. Van ja, daar moet je mee. En dat het je niet kwalijk genomen wordt, in tegendeel. En dan los je weer voor iemand wat anders wat op. Ja.